Nu weet ik het wel, met weer een Russische instelling met een volkomen onuitsprekelijke naam. Maar er staan ook enorm nuttige dingen in. Oh ja, zeg van ja, die Amerikanen worden enorm geprezen vanwege al die spullen die ze naar de Oekraïne sturen. Maar heeft u zich wel gerealiseerd dat dat precies 5% is van het Pentagon-budget van dit jaar? Dus dat erg veel pijn leiden ze er ook niet door. Hoe valideer je eigenlijk wat hij zegt? Want wat voor achtergrond heeft hij waardoor hij dit... Hij heeft eindeloos veel boeken geschreven over Rusland. En ja, je checkt even wat andere mensen vinden van zijn opvattingen. En ja, over de hele linie is hij een betrouwbare getuige. Weet ik zeker dat alles wat hij beweert dat volkomen juist is? Nee, dat weet ik natuurlijk niet, want ik ben geen militaire deskundige. Hij is wel een echte militaire deskundige. En je begrijpt ook dat vrijwel alles wat hij schreef, daarvan dacht ik, ja, dat moet natuurlijk zo zijn. Ik heb zelf altijd overal volgehouden, Rusland is een tweederangs mogendheid. En Rusland is ook militair een tweederangs mogendheid. Dat een tweederangs mogendheid in Europa nog een hoop ellende kan veroorzaken, is een andere kwestie. Maar ik ben ook tegen, en dat, hij zegt dat overigens nergens, om over een wereldoorlog te spreken. Rusland is geen land wat een wereldoorlog kan voeren. Daarvoor heeft het niet de productiemogelijkheden. Hij zegt ook ergens, de vergelijking in Rusland met de Verenigde Staten is lachwekkend. Het is gewoon, ja, dat is een dwerg met een reus. Ja, want alleen al het bruto product van Rusland is dus iets groter dan dat van Spanje. Ruim 2 keer zo groot als het Nederlandse. Maar je zou er ook van opkijken als middelkoop op de tv zou zeggen dat wij ook een partner zijn in een wereldoorlog. Dat is toch bepaald niet het geval. Nee, Rusland is... Hij heeft geprobeerd om het, laten we zeggen, op te stoten in de vaart der militaire volkeren. Het imperiale Rusland. Het imperiale Russische volk. En kijk eens wat er van gebeurd is. Schrijft u ook iets over het mogelijke einde van de oorlog? Ja, eigenlijk dat is wel iets minder stukje. Althans, daar word je iets minder opgewekt van. Dat hij natuurlijk ook ervan uitgaat dat het zich zou kunnen ontwikkelen tot een lange, lange, lange slepende onderneming. Omdat hij het ook een lastige zaak vindt als de Oekraïne alle Russen van zijn grondgebied zou willen verwijderen. Dat toch een lastige onderneming wordt. Omdat, ja, nadat dit allemaal geconstateerd is, Rusland is wel een groot land met 2 keer zoveel, wat zeg ik, 3 keer zoveel inwoners als de Oekraïne. Hij wijst er wel op, daar heeft hij een uitgebreide passage over, demografisch staat Rusland er slecht voor. Ja, dus laten we zeggen, de productie van jonge mannen, die laat sterk de wensen over. Maar goed, demografisch is heel Europa natuurlijk een beetje een knekelhuis. Hè? Precies. En die jonge Russen zijn ook voor een deel weer weg naar een andere land? Ja, die zijn allemaal, hebben die de benen genomen natuurlijk bij die mobilisatie. En die zullen ook, als dit zaak blijft slepen en ze worden daar natuurlijk in die gehaktmolen aan dat oostelijke front gegooid. Dan zullen nog meer jonge mannen natuurlijk wel besluiten om te vertrekken. Ja. Dan zal het wel niet zo simpel zijn. Ja. En bovendien zit je natuurlijk met het probleem, ja, wat doe je met de veiligheid van de Oekraïne op lange termijn? Hij zegt ook wel, ik heb dat even nu tactisch overgeslagen, dat het idee natuurlijk van Poetin van, oh jee, straks wordt de Oekraïne lid van de NATO, dat wel degelijk gestimuleerd is door dat achterlijke beleid van de jonge Bush, die toen in 2008, niet waar, zij van samen met Polen voorgesteld heeft om Oekraïne en Georgië lid van de NATO te maken. Nou ja, Georgië heeft meteen die zomer al de ellende beleefd van een Russische aanval. Al weten we nu hoe gebrekkig ook dat heeft gefunctioneerd. Maar ja, hoe dat precies... hij zegt wel, met name natuurlijk de bezetten van de Krim, het schiereiland van de Krim, dat is wel degelijk natuurlijk gemotiveerd. Ja, als je grootste marinebasis op een schiereiland ligt, wat eigenlijk van een ander land is. Nou ja, je weet hoe gek die geschiedenis van de Krim, die bij de Oekraïne hoort, maar eigenlijk niet in elkaar zit. Maar goed, daar wordt ook heel verschillend over gedacht.
En hoe weet hij deze beweegredenen van Poetin? Dat is toch niet alleen maar door schrijven? Dan moet je toch ook wel inside information hebben? Ja, van, hij is voortdurend in Rusland. Toen ik daar en daar zat, toen ik het met die en die over dat en dat had, toen, dat wordt steeds beschreven. Oké. Het Internationaal Onderzoekscentrum voor die oorlogsmisdaden in Oekraïne komt ook in Den Haag. Hè? Daar werd al over gesproken een tijdje. Hartstikke leuk. Maar wat heeft het te betekenen? Niks. Nee. Aangezien de schulden niet voor het gerecht gebracht worden. Puur symbolisch. Dat hebben we natuurlijk met MH17 toch ook al gezien. Ja. Juist, ja, ze zijn veroordeeld, maar dat helpt niks. Ja. Oké, dus het boek is een aanrader. In die zin alleen het eerste hoofdstuk en het laatste. En de rest moet je een beetje... Ja, lezen een uitgebreide bespreking of zo. Of, ja. Ja. Er zijn nog wat andere vragen binnengekomen, Maarten. Of je al last hebt van de stakingen op verschillende plekken. Onder andere bij de afvalverwerking. Ja, ik heb mijn vuilniszakken weer naar binnen moeten halen. Want het is ook een die had ik buiten gezet. Dat moet hier maandagavond. Ja, en de volgende dag stonden ze er nog. Ik had het kunnen weten, maar ja, het is een soort automatisme. Dus dan heb ik ze weer naar binnen gehaald. Vind je staken maar goed? Maar ik liep door de burgemeester Rijkenstraat en er lagen enorme hopen rotzooi. Er wordt nog een hele opruimerij na een week, dat kan ik je wel vertellen. Ja, het stakingsrecht is een vanzelfsprekend recht naar mijn idee. En ik ben ervan overtuigd dat er niet zomaar voor de lol gestaakt wordt. Nee, dat denk ik niet. Omdat dit is ook weer typisch een sector waar waarschijnlijk belazend betaald wordt. In het OV ook weer, hè? Komende week? Ja, ik gebruik het OV niet meer. Ik ben te oud voor het OV. Hmm. Heb je zelf ooit gestaakt? Nee hoor, ik heb nog wel eens... ik weet niet wanneer dat was. Hoopte ik dat de studenten dat die de universiteit zouden bezetten. Dat was in de tijd, hadden de studenten die hadden Tilburg, de Tilburgse universiteit bezet. En die was toen ook omgedoopt in Karl Marx Universiteit. Wat al erg op onze legspieren werkte natuurlijk. Katholieke Universiteit Tilburg. Zie de afkorting. En toen hoopten wij wel als jonge medewerkers dat Utrecht ook zou worden bezet. En dat wij langdurig dan bijvoorbeeld de Vladimir Lenin Universiteit zouden zijn. En dat we gewoon rustig thuis konden gaan zitten. Ja, daar hebben we wel spottend over gesproken in die tijd. Gewoon allemaal een beetje poppenkast van die studenten, moet ik je zeggen. Maar nooit gestaakt? Ik heb zelf nooit gestaakt. Ik heb ook, zoals je weet, nooit gedemonstreerd. Daar waren mijn kennissen wel in de jaren 60 al verontwaardigd over. Want die demonstreerden regelmatig tegen het wereldleed. Maar ja, ik heb er nooit het nut van ingezien. Dat je dan met z'n 200, vooral op zo'n dag als deze, door de Utrechtse binnenstad moest lopen en scanderen.